Een beetje meer van Jannes. Ja, hiermee is het eigenlijk toch meer of meer begonnen allemaal. Hè? Ja, en laat het niet lossen. Niet eerder dat het allemaal 100% is. Ja, nee, dat is gewoon waar. Dat mag gezegd worden. Maakt niet veel mee dat mensen zo trouw zijn aan een artiest als Jannes. Dat is mooi om te zien. Goedendag, twee auto's. Wij komen van Daniel Dekker, Gouden Uren, Tros, Radio 2, elke werkdag tussen 9 en 12. Kijk, daar is een hobby. Dat is wel leuk, ja. Daar is een hobby. En ja, dan heeft die man toch ook een dus geen moppen meer, nee. Dus... Nee, gewoon uit de losse pols. Gewoon dik, gewoon te plaatsen. Ah, zometeen gaan we op volle kracht natuurlijk met de enige echte Jannes. Hij is net binnengekomen en hij viert zijn jubileum in het Sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Dat gaat hij begin september doen. Meer daarover hoor je binnen een paar minuten. Hij heeft een verse taart meegenomen. Dat is lekker. Sinds Robby erbij kwam de laatste twee jaar, moet ik zeggen, dus zie gewoon een stijgende lijn bij CNR. Dat is toch een jongen die op volle kracht heel veel gas geeft. En hij snapt de muziek ook. Wat ik maak. En dat vind ik een mooie hobby. Dankjewel. Goeie gast. Ik zeg altijd, manager is een titel, zo voel ik het niet. Doe gewoon het management, doen we met elkaar. Het is een team om Jannes heen. Waar zowel Jannes, maar ik, maar ook een Richard Roelofs van het boekingskantoor, Ome Jan, de geluidsman. Sjoerd van Rockets, die ons helpt. Dus we praten niet over één persoon, maar het is een heel team. Nou Jannes, je bent er, hè? Ik ben er. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk. Ja. Ja, en dat is een tijdje geleden alweer dat je hier was, hè? Voor mij dik anderhalf jaar zo. Ja, ja, maar er heeft ook weer een tijdje tussen gezeten voordat je weer een nieuwe CD hebt afgeleverd. Ja. Mijn rol is denk ik, ik sta veel en dicht bij Jannes. Veel telefonisch contact. Maar ik ben ook veel met hem onderweg. Ik ben veel op de zaak. Daar bespreken wij ook naast zijn artiesten bestaan. Ook de zakelijke dingen van de giletbouw. Dus ja, ik sta dicht bij hem. En daardoor denk ik dat ik ook met heel veel dingen te maken heb. Want ik hoorde ook gisteren al dat de eerste fans waren gearriveerd. De fans ja, waren gisteren daar, ja. Ja. Maar er is ook een fan die daar als een soort standbeeld... Ja, die heb ik op een hele mooie manier nog goed overlegd trouwens. Ik heb een klein stukje, nu alvast een klein stukje Drenthe naar Rotterdam voor. We praten alles uit. Tuurlijk heb ik dingen privé wat ik niet tegen hem zeg. En hij heeft ook dingen wat hij gewoon voor zich houdt. Maar ja, als je veel met elkaar onderweg bent, dan krijg je op een gegeven moment... Ja, je groeit naar elkaar toe, je hebt een band... En daar komen ook wel eens dingen in voor. Dat als je wel ergens mee zit, ja, dan praten we erover. En dat is meestal wel een opluchting. In ieder geval een luisterend oor. En ik denk dat Jannes dat ook nodig heeft, maar ook heel erg kan waarderen. En hier ben je altijd mee? Ja, vaak wel. Goeie inkopper. Het is gelijk inkopper. Gewoon ja. Mensen... Ja. Mooi, hè? Goed idee. Een beetje meer van Jannes. Ja, hiermee is het eigenlijk toch meer of meer begonnen allemaal, hè? Ja, toch wel, ja. Ik kan me nog herinneren dat ik het een jaartje of 8, 9 geleden heb gedraaid. Ja, klopt. Dat zit nog steeds in mijn hoofd, het liedje. Ja, verbaasd me toch optredens in het land waar ik sta. Ik begin altijd met het liedje. Gelijk
Gelijk erkenning. Gelijk, ja, dak eraf. Ja. Ja. Hey, vanavond is het ook feest in de Bonte Wever, ja, in Assen. Ja. Wat gaat er gebeuren vanavond? Vanavond met de Bonte Wever heb ik een cd-presentatie samen met een fanclubdag. Dus okay, voor alle mensen, alle leden. Kunnen die er wel in dan, ja, al die leden? Ja. Leuk hè, Gerard Baas die stuurt even een berichtje. Die is al in de Bonte Wever voor vanavond aanwezig. Gerard is van de Tros. Nou, we hebben wel een goede band met hem. We gaan, ja, hij heeft Jannes natuurlijk de kans gegeven om bij de muziekfeesten op het plein aanwezig te zijn. En daar, ja, daar hebben we elkaar eigenlijk een beetje leren kennen. Het gevolg ervan was dat hij Jannes ook uitnodigde bij Tros Muziekfeesten op reis. Naar Oostenrijk in de sneeuw, maar ook naar de zon. We gaan ook nog wat kaarten weggeven, ja, dat is misschien wel leuk. Ja. Wat moeten luisteraars doen om twee kaarten te winnen? Wat moeten ze doen? Even kijken. Ja. Nou, laten we in ieder geval even bellen, toch? Misschien mijn leeftijd. Jouw leeftijd? Ja, dat is wel leuk. Hoe jong is Jannes? Bel, ja, nu 0800-1122. 0800-1122. Of sms naar 4x2, dat mag natuurlijk ook. Vanavond om 6:30 gaan de deuren los. En ja, ik hoor nu al dat er al tientallen fans voor de deur zitten te wachten dat ze erin kunnen. Ja, dat zijn echt de diehards. En daarvoor, ja, daarvoor organiseren we natuurlijk deze avond. Belangrijk voor de fans. 60-6-73. De telefoon staat rood gloeien. Met het vals, goedemorgen. 25. Nou, daar zal hij blij mee zijn, maar het is niet goed. En hier vanavond, voor alle bezoekers is de bedoeling dat die allemaal een sleutelhanger ontvangen dat ze geweest zijn bij de CD CQ Fan Club avond in de Bonte Wever. Zet je koptelefoon, ja, even op, Jannes, want we hebben telefoon, heb ik begrepen, okay, van een fan die alles van jou weet. Goedemorgen, met Daniel, met wie spreek ik? Jan van der Werf. Hey, Jan, ja, we hadden een vraag gesteld. Ja, klopt. En daar heb jij het antwoord voor? Nou, volgens mij was Jannes 38. Helemaal goed, joh. Ja, ja, je adres? Ja. Er zat ook een paar foute antwoorden tussen. Ik zie hier 40, 48. Ja, toch maar niet. Stop maar. 28. Oh. Gisteren 14 geworden, zag ik ook tussen staan. Nee, jij gaat Jan uitnodigen nu, toch? Ja, bij deze, Jan, je hebt twee kaartjes gewonnen voor 8 september. Live in Ahoy. Geweldig. Ja, gefeliciteerd, hè? Alsjeblieft. En dan snap ik de vuurpijl, ik krijg het nieuwste album van mij. Goedendag, we zijn nu bij Emil Hartkamp in Noorders-Parida, de studio. Rolsta in Arnhem. Ik hoop dat hij er is. Hé, hey, jongen. Hey, kerel. Goed. En de ploeg, de hele ploeg meegenomen, jongen. De hele ploeg bij me, ja. Dus Pim, goed. Goed? Ja, goed. Lekker zitten, jongen. Ziet er goed uit. Ja, hè? Ja. Wie Jannes voor mij is een hele nuchtere Drent die enorm geniet van muziek. Van Nederlandstalige muziek wat recht uit het hart komt. En dat mag feest zijn, dat mag luisterrepertoire zijn. Maar heel erg breed. En die er alles voor over heeft om ook zijn doel te bereiken. Dat is namelijk succes. En daarmee heel veel oog heeft voor zijn fans. Loyaal en recht uit het hart. Puur. Hier werkt Emiel aan de keyboard. Voor de kleine demo's te maken. Daarnaast inzingen. Hij zingt ze dan zelf in. Ik krijg het dan op een cd-schijfje krijg ik het mee. Voor de repetitie thuis. De liedjes worden doorgesproken. Nou, past het wel bij me, past het niet bij me? Ik weet nog heel goed dat de eerste ontmoeting met Jannes. Jannes werd gevraagd in het voorprogramma van de theatertour van Marianne Weber. Waar wij destijds ook producer van waren. En ik ook in het koor zat, in de backing vocals van tijdens de concerten. En daar leerde ik hem kennen. Natuurlijk hadden we hem al een beetje gevolgd. Want als je in het vak zit, ja, dan kijk je toch welke artiesten zo al een beetje komen. En daar was hij al opgevallen. En wat het leuke was, dat tijdens deze tour merkte je eigenlijk hoe bedreven die was. En wat hij deed bij het publiek. En ja, van het een kwam het ander. Een keertje praten in de studio.
En toen bleek dat hij altijd al een beetje verborgen in zichzelf had om hier een keer voor de deur te gaan zitten totdat ik eraan zou komen. En om te vragen wat ik zou, voor hem zou kunnen betekenen. Hij had het daar destijds ook heel erg moeilijk mee, want hij werkte destijds met Martin Sterke in de studio. En hij vindt het moeilijk om iemand verdriet te doen om te zeggen dat hij iets anders wilde. Een liedje zoals Adiós Mordillo, toen die tijd, werd hij ingezongen. En als het dan klaar is en je werkt dan samen met Emiel en je ziet gewoon een oogopslag. En het liedje is ingezongen en hij roept je. En je gaat daar met z'n tweetjes zitten en het liedje wordt afgespeeld. En is dan nog maar een kleine demo. Ja, dan voel je gelijk ook, hey jongens, hier ontstaat hier een heel leuk liedje, wat gevoelsmatig gewoon heel mooi is. Als je dan kijkt naar Zweven naar Geluk, dan gebeurt er gewoon hetzelfde. Dan voel je al een klein beetje aan, oké, dit is een liedje waar mensen goed op reageren. En als Noris er naar bij komt, en die krijgt een oogopslag en die denkt, oké. Met Jannes kun je lezen en schrijven, want je krijgt meteen antwoord. Is het niet verbaal, dan is het wel door zijn gedrag of door zijn blik in zijn ogen. Dus je weet eigenlijk meteen wat je aan elkaar hebt. En wij zijn hier eigenlijk ook wel een open boek. We praten over alles, hè, over dingen in het leven, over de carrière. Welke stappen moet je zetten om ergens te kunnen komen waar je zo graag naartoe wil. Om je dromen te verwezenlijken. En daar is ook een vriendschap uit ontstaan. Dat je heel veel dingen met elkaar samen doet. Het laatste album, ik wil met al mijn liefde jou omarmen. Zong ik in. En Noris zei tegen mij, Jannes, ik hoor een klein beetje vermoeidheid bij jezelf. Je gewoon te druk gehad. Hij zei, maar dit past geweldig bij het liedje. Hey, Noris. Alles goed? Goed, jongen. Ja. Ja. Nou. En tevreden met alles? Ja, meer dan tevreden. Het laatste album ben ik zo echt... Ik had net nog over gehad voor de camera. In verband met het liedje, ik wil jou met al mijn liefde omarmen. Dat laatste stuk van het laatste album. Mm-hmm. Dat bij bepaalde stijlen gevoelsmatig moet liggen. Je moet, bij een feestliedje moet lekker in je vel zitten. Je moet feest, ja, dan moeten de mensen voelen, dus ook zingen. Als je dat inzingt, zeg maar. Maar het laatste liedje van het album, dat je een beetje moe bent, dan denk je, oké, dat past misschien wel bij het liedje. Ja. En dat, net dat rijtje eraan zit. Ja, dat heb je mooi gezongen, inderdaad. Een beetje meer is feest. Dam-dam is feest. En Ga maar weg is zelfs ook nog feest met de beat die eronder zit. Maar het publiek zwijmelt ook weg bij Zwevend naar Geluk. Misschien nog wel... Via de hits op YouTube nog wel de grootste hit van hem. Of Adio Amore Adio. Dus hij is heel breed. Maar we weten ook hoe dat komt. Omdat het namelijk, hij houdt van muziek. En alle muzieksoorten in dat genre, dat kan het publiek raken. En als je dat echt en puur doet en met liefde doet, weet hij het publiek te beroeren. Als er iemand met perfectie werkt, dan is het Noris wel. Elk jaar heb ik ergens zoiets van, oké. Hij pakt het aan, hij omarmt het en hij laat het niet los, niet eerder dat het allemaal 100% is. Ja, nee, dat is gewoon waar. Dat mag gezegd worden. En Jannes is iemand die blijft ons bestoken met voorbeeldjes. Ja, dit bedoel ik, dit vind ik mooi. En dat kan soms een tokkelgitaartje zijn of goed luisteren naar de koortje man. En luister eens daar, ken er iets mee? Moeten we dat één op één overzetten of moet het coveren? Of ken er iets voor schrijven? Soms komt Jannes met een liedje, met een idee. En dat gevoel erin. En Emiel en ik met z'n tweeën, we kunnen dat gewoon oppakken en werkelijk waar van het eerste tot het laatste momentje invullen. En juist omdat het gevoel is, denkt iedereen daar anders over. Je kan natuurlijk alleen maar proberen als team daar zo dicht mogelijk bij te komen. Ja, hè? Leuk idee. Leuk dat je er bent. Ik zat anderhalf, twee uur in de file. Ja, ik heb geslapen. Je bent er ook wel in je polder moeten hebben. Ja, maar oké. Hij heeft gereden, dus ik heb geslapen. Oh, hij weet dat niet. Het is leuk dat je er bent. Ja. Ze spelen van allerlei dingen nu. Met de platenmaatschappij zijn mensen van de Tros. Gerard Baas is hier. Had ik gezien net even. Ja, dat zijn toch wel alle mensen wat ik door de jaren heb ontmoet en lieve leedmedeel, zeg maar. Die zijn er. Dus dan krijg je toch een gezonde spanning. We hebben een fotograaf aanwezig. Oké. Okay. Om de doorstroming van alle fans een beetje de snelheid erin te houden. Oh. Dus we gaan niet met telefoontjes. Nee. Ik zal nooit geen mensen vergeten. Klaas en Klaas zijn voor mij.
ja, de mensen waar ik heel veel, natuurlijk eerst mijn vader en later een stapje bijgezet. Ze wou meedenken en ze hebben de kans gegeven om toen die tijd van Casablanca naar Napoli, dat album wat zo succesvol is geworden, zeg maar de opstap, waar Ga Mijn Weg op stond, die hebben ze toen voor mij betaald. En ze hadden er geloof in. En nu vandaag, zei je vandaag, ik heb gelijk gezegd tegen een platenmaatschappij, CNR, ik zei jongens, als we cd's verkopen vandaag, dan zou ik het geliefde wel de cd al in ruilen willen zien. Dan zijn mensen van het eerste uur en die wil ik graag op een dag vandaag er wel zien. En als er wat verkocht wordt, in deze toch wel moeilijke tijd, dat hun dan het verkopen. Dat hun een beetje verdienen. Vind ik wel leuk. Ik had al een paar kleine cd's uitgebracht met een paar kleine artiestjes. En zo'n is was Jannes daar en dat heeft voor ons deuren geopend. Jannes is, dat brak gewoon, dat brak in één keer door. Ik vertel net aan zijn moeder. De eerste zaterdag dat ik naar Apeldoorn nam, had ik die cd gebracht van Casablanca Napoli. Dat was mijn eerste cd die ik met Jannes gemaakt heb. Die verkocht ik, had nog nooit iemand een hond van Jannes gehoord. Verkocht ik er op de eerste dag 140 stuks. En dat hij mij ook weer uitnodigde om vandaag hier de cd's te verkopen. Ja, dat waardeer ik gewoon geweldig en dat is gewoon iets dat, ja. Zoveel mensen ziet en mensen die zo opgaan in de muziek wat ik maak. Van jong en oud. Ik zie kinderen, maar oudere mensen, mensen met een beperking. Maar zo lief en zo mooi en zo ja, ik vind het mooiste wat er is. Ja, ik ben heel erg tevreden als je ziet wat hier vandaag op afkomt. Het is leuk om te zien, weet je wel. Dat ben ik met meerdere artiesten, maar Jannes is wel in zijn hometown wel de held. En ja, mensen ook nu hele rijen. Dat maakt niet veel mee dat mensen zo trouw zijn aan een artiest als Jannes. Dat is mooi om te zien. Dat is leuk. Ja, leuk. En iedereen heeft er hard aan gewerkt. Ja, album klaar. En dan is er toch een soort van ja, ei wat je gaat leggen. En dan kan je er niks meer aan doen. En dan is het aan de fans. En nu gaan ze hem allemaal kopen. En ik ben dan weer benieuwd van wat vinden ze ervan. Wat vinden ze het leuke liedje. Ja, allemaal van dat soort dingen. Dus we gaan het volgen. En ja, dit is de eerste dag dat hij er koop is. Voor mij als platenman is het dan weer de uitdaging. Want gaat die vrijdag, dan komen de nieuwe charts. Dus voor ons, daar kijken we de hele dag naar hoe hoog staat hij. Want hoe hoog komt hij binnen? Wij hopen natuurlijk nummer 1, maar dat weet je niet. Dat zou een mooie kroon op het werk zijn. Maar dit is al mooi. Dit is ja, helemaal goed. Ik ben heel blij. Ja. Vandaag zijn we hier bij RTV Oost, het programma Het Net, praten over op Ahoy. De kraan van de douche die heeft altijd losgezet en hij wordt steeds losser. Dus ik kan er niet bij.